Ik maak er maar een traditie van. Goedenavond en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ook deze keer begin ik de week weer op een avond. Het is namelijk maandagavond. Dinsdagavond alweer. Ik heb gisteren niet gevlogd. Ik ben naar stage geweest en that's it. Maar vandaag heb ik wel iets heel leuks gedaan. Ik ben naar school geweest. Maar dat was niet het leuke. Ik heb op school, namelijk, nou ja, niet op school. Ik heb op school gezocht naar een nieuwe telefoon. En die heb ik nu dus besteld. Het is de Huawei P10. En die is volgens mij nog niet eens uit, als ik het nou goed begrijp. En hij is echt zo mooi. En ik ben normaal echt niet van, ik moet een mooie telefoon of zo. Ik zal mezelf even een beetje fatsoeneren. Maar de telefoon die ik nu heb, zeg maar deze, die doet echt niks meer. Hij geeft nog wel licht en zo, maar ik kon niet eens meer bellen. En uiteindelijk zijn al die andere functies maar extra. En is het wel handig als je gewoon kunt bellen met een telefoon. Dus ja, ik heb die telefoon besteld. En ik ben echt super gelukkig nu. En ik heb ook meteen hoesjes besteld voor daarbij. En ik dacht, misschien is het leuk om dat even laten zien. Te laten zien. Ja, dit is het zeg maar. Wacht even. Dit is het hoesje zeg maar. Ik heb dus deze met donuts besteld. Dus die is wel leuk. En dan heb ik hier, ik weet niet of je het kan zien, maar met unicorns. En dit ziet eruit als stippels, maar dat zijn hartjes. En dan dus die donuts. En verder heb ik nog, even kijken hoor. Een, hoe noem je dat nou? Is dit wel voor de, oh ja, het is voor de P10. Gelukkig maar. Ik dacht ineens, oh nee, ik heb verkeerd besteld. Maar een soort marble hoesje, die kan natuurlijk ook niet ontbreken. En zo'n glass protector. Hallo, goedemiddag. Ik zit in de auto bij mijn zuster. Ze heeft me net opgepikt van stage. En waar gaan we heen, Liz? Naar een event van Rimmel. En in Wave. Amsterdam. Dus, dat is heel leuk. Alleen ik zie er niet meer zo charmant uit als vanochtend. Maar dat hebben jullie ook niet gezien. Regen, want toen was ik door de regen rennen. Dus toen dacht ik, laat ik mijn camera anders even mijn tas laten. Ja, je hebt ook een knot. Ik ook, maar die zie je niet eens. Dus ja, dat is de planning en daar gaan we nu heen. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik ga mezelf nu even een beetje fatsoeneren. Lipstickje en zo. Nou, we zijn aangekomen op het event. En zoals je misschien al achter ons kan zien, is het echt een super mooie locatie. Dus ik zal even wat beelden filmen. Het is echt zo leuk. Ik ben echt verliefd. Goedenavond. Ik wil even sorry zeggen, want ik heb anderhalve dag niet gevlogd. Dit kwam omdat mijn camera leeg was. En ja, ik had gewoon simpelweg geen tijd om hem op te laden. Dus dat heb ik deze hele avond gedaan. Gisteren heb ik echt helemaal niet zoveel interessants gedaan. Dus dat ja, is niet heel boeiend om te laten zien. Dus daar hebben jullie niet echt veel aan gemist. Maar ik kreeg op het event met mijn zus nog overige perspakketjes die zij had liggen. Die we nog binnen hadden gekregen. En dit is er eentje van de HEMA. En die heb ik gekregen. Even kijken hoor. Hoep. En het is een goed gevuld pakketje, al zeg ik het zelf. Het zijn hele mooie kleuren liplekkers van lekkers. Ik weet nooit goed hoe je het uitspreekt. Maar van de HEMA. En ja, die vind ik echt super tof eruit zien.
Het zijn echt hele mooie kleurtjes. Dus ja, die ga ik reviewen voor de blog. En verder hadden we een superleuk pakketje van Oral-B binnengekregen. Voor ons allebei echt een overload aan tandverzorging eigenlijk. Dat klinkt super stom, maar het is echt een leuk pakket. Het zat ook echt heel leuk ingepakt. In ieder geval zitten er dus twee tandpasta's in. Whitening. En een mondwater. En dat vind ik zelf altijd heel erg fijn om te gebruiken. En verder zat er nog in deze flosdraad. Maar die is uit elkaar gevallen. Zeg maar het doosje. Dus die heb ik zo gekregen van mijn zus. En dan nog het allerleukste. Daar gaat de tas. Het zat op deze handdoek en wij hebben dus allebei een handdoek gekregen met onze naam erop. En ja, bij mij staat er dus Laura in roze letters en ik vind het echt super tof. Het is echt zo'n hele lekkere badhanddoek. Dus ja, dat is echt een super leuk perspakketje. En die ga ik in de zomer zeker weten meenemen op vakantie. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Horen jullie Levi huilen? Hij hoort mij namelijk en ik ben al niet naar beneden geweest. Dus dan wil je altijd dat ik kom. Maar ik moet even poetsen, dus hij moet even wachten. Maar in ieder geval, good morning. En ik ga naar mijn werk zo. Ik heb echt geen zin, maar oké. We maken er maar zin. Kijk eens hoe stout. Hij is hierheen gekomen. En ik weet niet hoe. Wat is dat? Wat is dat? Stout, stout, stout dier. Maar het is wel schattig. Ik ga hem naar beneden brengen. Ik ben terug van de werk en ik ben verwaaid en naar, maar ik heb nieuwe bloemen meegenomen voor mijn moeders. En ik vind het altijd heel leuk om bloemen te zien van mensen, dus ik dacht, ik maak er even een filmpje ervan. En hier nog hele mooie ranonkoetjes, dus ja, die gaat ze even in de waas doen. Oké, er komt straks een vriendinnetje van mij naar mij toe. En daarom heb ik even mijn kamer opgeruimd, want het was dus allemaal net zoals daar op mijn bureau. Dus ja, en ik heb nu even mijn make-up kastje weer anders ingedeeld. Het is mega overbelicht. Sorry daarvoor die instellingen van die camera, jongens. Maar goed, het is nu dus zo en ik vind het echt heerlijk. Ik wou dat ik het zo kon houden, maar dat is vaak nog best wel een probleempje. Maar goed, ze hebben wel nooit echt op de camera, geloof ik. Dus ja, zou er niet zien. Maar in ieder geval, ik ben niet vriendloos op de zaterdagavond. Yes! Luffy vindt het weer zo lekker, schat. Leven ligt lekker te genieten in het zonnetje. Goedemorgen, ik ga zo naar de stad met een vriendinnetje. Lekker twee dezelfde. Ja. Zijn niet hetzelfde. Nee, oké, dat is waar. Maar het is wel een soort van hetzelfde. Ja, een beetje. Oh, nu is het licht heel anders. Maar goed. Deze is heel anders, smaakt hij. Dat broodje? Hoezo? Ja, maar meestal is het toch zo'n mosterdsausje. Zeg maar. Oh, gewoon normaal. Ja, ik dit is gezond. Ik heb altijd dingen vloggen als ik eet. Bij de McDonald's, bij dat lunchje. Dat is ook zo. Nou, en wij eten ook alleen maar als we samen zijn. Goedenavond, ik ben weer thuis. Ik heb net even pizza gegeten. En ik ga nu in bad. Want, oh wauw, ik klopt. Dat is hoe mijn week is afsluit. Dus. Hij is aan het vollopen en ik ga in bad met, kijk hoor, met de Ruby Red slippers van Lush. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Het zal in ieder geval heel lekker ruiken, want dat ruik ik nu al.